Maar José, hoe zijn jullie tot de keuze van de planten en zo gekomen? Hebben jullie daar zelf ook nog invloed op gehad? Of is dat helemaal de keuze van Green in dit geval? Nou, deels is dat natuurlijk een keuze van Green. Daar ligt de expertise ook. We hebben wel aangegeven, een beetje kleur, nuances, dat er ook bloemen in moeten zitten. En dat, natuurlijk ook geen giftige planten, dat zeker niet. Dus die keuze is vooral door Green gemaakt en heel mooi natuurlijk visueel allemaal laten zien. En op basis daarvan hebben we besloten dat deze beplanting erin zit zoals het nu zit. Ja, dankjewel.